Hey Johnny, het journaal begint joh. Goedenavond, welkom bij het 8 uur Eureka-journaal. Is het werkelijk waar dat onze kroonprins iets heeft met Bonnie Sinclair? Een Nederlandse technische film is genomineerd voor de Oscars. Maar dat is al een boek, nu eerst dit. De gemeente van Eureka City heeft besloten om maar liefst 100 windmolens te plaatsen bij de Eureka-zee. Er zijn veel positieve, maar dan ook negatieve reacties gekomen. De positieve reacties kwamen voornamelijk uit Den Haag. De negatieve reacties uit Milieubescherming van Eureka City. We gaan naar onze verslaggever ter plaatse, Petra Paardenbloem. Nee. Geen pad. Sorry, we hebben even een klein technisch probleem. De pad zal zo komen. Ja, we hebben het hoor. We gaan naar onze verslaggever Petra Paardenbloem ter plaatse. We vragen de aannemer bij Bommetje van aannemersbedrijf Bommetje naar een korte toelichting over dit windmolenpark. We streven ernaar om niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstof. Asje me, nou, fossiele brandstof? Ja, fossiele brandstof. Dat is brandstof die we uit de aarde halen, zoals aardgas en aardolie. Als we klaar zijn met het bouwen van de windmolenpark, zijn we niet afhankelijk van deze fossiele brandstof. Nou, hoe denkt de natuurbescherming daarover? Nou, dat moet jij dan zelf vragen. Goed idee. We vragen het Katja Konijn. Het is wel meer bewust. Maar er sterven jaarlijks veel vogels dat ze in de windmolens vliegen. En het mooie uitzicht op de Eurekazee wordt weggenomen. Ja, dat is de mindere mooie kant. Weer terug naar jou, Mellyboom Billy. Bedankt Petra Paardenbloem voor dit verslag. Nu is het weer tijd voor andere onderzoeken en bevatten drie belangrijkste functies om hun lichaamsvorm te veranderen. U krijgt een infrarood.